zeggen. En dat is eigenlijk over de campagne. En over waarom wij campagne gaan voeren. 19 maart is het verkiezingen. Heel veel partijen gaan nu heel veel laten horen waarom ze zo belangrijk zijn. Ik denk dat we als GroenLinks het beste verhaal hebben. Dat denk ik niet, dat weet ik zeker. En ik heb er heel veel zin in om met iedereen in gesprek te gaan om te laten horen aan mensen waarom wij dat vinden. Omdat ik merk dat als je vertelt waar je in gelooft als GroenLinks'er, in het sociale verhaal, het duurzame verhaal, de combinatie daartussen, dat mensen dat ook begrijpen en dat zelf ook zien. En ook zien, zeker in de tijden nu met crisis, dat die crisis er niet voor niks is gekomen en ook niet zomaar opgelost wordt als we op de oude voet verder gaan. En ik denk dat GroenLinks uitstekende oplossingen daarvoor kan bieden. Dus laten we heel erg campagne gaan voeren, maar nooit vergeten waarom we dan die campagne voeren. En dat is in Arnhem voor een socialer en duurzamer Arnhem. Dus dat wilde ik zelf nog even in ieder geval meegeven. Ik ben heel blij dat Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks, aanwezig is. Marije is onze campagneleider, dus die gaat straks zorgen dat alles gecoördineerd wordt wat er is. En er zijn heel veel leuke plannen. Misschien vind je het leuk om daar over te vertellen. Nou, als jullie benieuwd zijn naar onze plannen, dan kan je voornamelijk in de rechterkasten kijken. Maar voor elke kast hebben we een maand. De eerste kast is januari, februari, maart. En daarin staan eigenlijk alle activiteiten die we tot nu toe gepland hebben. Het zijn nog niet alle activiteiten die plaats zullen vinden. Daar heb ik ook nog inspiratie nodig voor onder jullie. Dus als je ideeën hebt, kom dan vooral naar mij toe. Dan kan ik het gaan uitvoeren op die manier. En achter de lijsten staan dus daar allemaal activiteiten. En daarachter staan ook gelijk inschrijflijsten. Dus mocht je het interessant vinden of leuk vinden om te flyeren, doe het dan vooral. Want in campagnetijd moeten we vooral heel veel bij de kiezers zijn. Het gaat niet alleen om hier zitten, maar het gaat ook om buiten in de stad te zijn. Want daar moeten de mensen overtuigen om op GroenLinks te stemmen. Het is niet alleen... Ja, wij kunnen het hier allemaal heel leuk vinden, maar we moeten het ook overbrengen naar de mensen op straat. En dat is denk ik ook de taak van ons en onze leden, dus alsjeblieft schrijf je in. Ja. En de vorige spreekster die zei het al, deze verkiezingen die worden echt heel erg belangrijk. En dat zijn ze natuurlijk sowieso al, want de gemeentelijke bestuurslaag is natuurlijk de laag die het dichtst bij de mensen zit. Maar dat wordt het nog meer als je kijkt naar alle plannen die er zijn. Er komen heel veel taken van het Rijk naar gemeenten op het gebied van zorg en werk. En dan is het extra belangrijk dat er gewoon hele goede mensen met inhoudelijke kennis van zaken, met ook goede groene en sociale standpunten in de gemeenteraad zitten. En als ik daar op een of andere manier aan kan bijdragen, door jullie te ondersteunen in de campagne, dan doe ik dat heel graag. Dus schroom vooral niet om het te benaderen om jullie te helpen. En dan ja, de derde, meer ceremoniële punt. Mij is gevraagd of ik dit prachtige campagnepand wil openen. Het mooie is ook dat er steeds meer afdelingen zijn die tijdens de verkiezingen zo'n pand hebben. Nou, veel transparanter dan deze voorkant kan het volgens mij niet zijn. En ik denk dat dat ook, ja, ook heel erg bij ons past. Zo'n pand dat nodigt uit voor mensen. Kom hier langs, stel je vragen of help mee. Dat vind ik ook bij uitstek bij de GroenLinks stijl van politiek bedrijven passen. Dus ik vind het een eer om bij deze te mogen verklaren dat het GroenLinks campagnepand van Arnhem bij deze is geopend.